mevrouw Jacobi op de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Mevrouw Jacobi is op dit moment 4 jaar en 143 dagen aan het werk in de Tweede Kamer. Maar wat is de Tweede Kamer? De Tweede Kamer vormt samen met de Eerste Kamer de Nederlandse regering. Daar zitten zeg maar de kapiteins van Nederland. Deze kapiteins of bestuurders zijn gekozen door de burgers in Nederland. Stel je voor, Nederland is een groot schip. Dan is het natuurlijk veel te groot en veel te ingewikkeld voor maar één kapitein. Wat als de kapitein zeeziek wordt? Dan verdwalen we allemaal. Dat mag natuurlijk niet. Daarom is Nederland verdeeld in kleinere schepen, zodat speciale kapiteins heel veel verstand hebben over dat speciale schip. Zo'n schip noemen we een portefeuille. Wat portefeuille betekent, heb je al geleerd van onze wethouders Thea Koster en Isabella Dix. Portefeuille betekent gewoon zaken waar je verantwoordelijk voor bent. Goed, nu gaan we over naar Ricardo en mevrouw Jacobi van de Tweede Kamer. Goedendag, we zijn hier vandaag op de NHL met Junior Journaal. En hiernaast zit mevrouw van de PvdA van de Tweede Kamer. En die komt heel vaak met aanraking met Mark Rutte en de president en zo. Kunt u zich even voorstellen? Ja, zeker. Ik ben Lucia Jacobi. Ik ben oud Leeuwarder zelfs. En je hebt al heel veel goede dingen gezegd, dat ik in de Tweede Kamer zit. Maar hiervoor ben ik heel lang directeur van de GGD geweest. De GGD, dat gaat over tuberculosebestrijding, jeugdgezondheidszorg en de schoolartsen. Dat soort functies, infectieziektenbestrijding. Dus de meeste Friese die kennen mij nog van de GGD. Oké. Nou, in Nederland zijn veel wijken die prachtwijken genoemd worden. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, dat zijn, het zijn er een dik 40 wijken in Nederland die zijn benoemd tot aandachtswijken. Dat moeten prachtwijken zijn, dat zijn ze volgens mij ook wel. Alleen, waarom zijn ze zo gaan heten? Omdat daar in die wijken veel extra nodig was om de woningen te verbeteren. Omdat er veel werkloosheid was in die buurten. En om mensen weer aan het werk te krijgen. Maar ook omdat de contacten tussen de mensen eigenlijk beter zou moeten. En dat zijn allemaal dingen die in die wijken wat extra, zeg maar, stimulansen krijgen. Er gebeuren heel veel activiteiten in. En eigenlijk als je het allemaal bij elkaar optelt, zeg ik, elke wijk in Nederland is een prachtwijk. En eigenlijk moet je ook dat verschil niet zo erg maken. Maar eerlijk is eerlijk, in die wijken waren er wel wat extra zaken die aandacht behoeven. Oké. Okay. Ik zag dat u zelf ook in Heegterp Schieringen een wijk heb geadopteerd. Ja. Kunt u daar ook wat meer over vertellen? Ja, er zijn 27 leden van de Tweede Kamer, waaronder ik, en van allerlei partijen. Die hebben gezegd van, doe mij maar één zo'n wijk. Want ik wil ook gewoon weten wat daar allemaal gebeurt. En dan ben ik wat meer betrokken. Dat weet ik ook niet uit theorie, maar gewoon vanuit uit het dagelijkse leven. Gewoon of activiteiten ook een beetje goed lopen en of ze ook resultaat hebben. En ik ben één van die 27 en ik heb natuurlijk gezegd van, door mij Heegterp Schieringen. Het is de enige wijk in Friesland die op die lijst staat, dus dat leek me wel passend. Dus die wijk valt ook onder de prachtwijken van ja, Nederland? Ja, valt onder de prachtwijken, ja. En dit is al 15 jaar hoor, dat die adoptie van Kamerleden met een wijk er is. En eigenlijk vind ik dat we ook als andere wijken erop moeten gaan zetten en zeggen van, nou, wissel een beetje. Ik moet zeggen dat ik wel sowieso veel in wijken en dorpen kom, maar in deze wat extra. Oké. Okay. Wat wilt u precies bereiken met deze wijk? Nou, in deze wijk bereiken dat de woningen er goed voor staan, dat er weer veel meer mensen aan het werk zijn, dat iedereen de Nederlandse taal goed spreekt, dus ook de taalkursussen en inburgeringscursussen doet. Dat er heel veel leuke dingen te beleven zijn in de wijk, dat het wijkcentrum altijd volle bak heeft als ze cursussen geeft. En dat, dat iedereen zegt, nou, het is hier gezellig, het is mooi wonen. En dat vinden ze eigenlijk ook wel, hoor. Ja, ik vind het ook mooi wonen. Oké. Okay. In de stad, want ik zou niet op het, in het dorp willen wonen, zeg maar. Want nee? Dan moet je heel veel rijden voordat je bij de winkels bent of zo. Dat is waar. Heeft u ook plannen gemaakt om uw doelen te bereiken? Voor de adoptiewijk? Ja. Ja. Ik spreek eens per jaar ongeveer af met Friedrich van den Berg. Dat is de wijkcoördinator daar. Van nou, welke zaken ik in ieder geval zou willen bijwonen.
En af en toe bel ik hem even. En een van de resultaten die ik heb is dat ik gewoon eens in de zoveel tijd echt contacten heb met het wijkteam en de mensen die er wonen. En dat ik eens bij een feestje aanwezig ben. En dat ik gewoon genoeg weet om in Den Haag, in de Tweede Kamer, te zeggen, dat zijn goede activiteiten, daar moeten we voor blijven betalen. En sommige activiteiten die zeggen van nou, daar hebben de mensen helemaal niks mee, daar moet je gauw mee stoppen. Ja. Ja? Wij hebben veel geleerd van het Juniorsjournaal. En bijvoorbeeld articuleren en samenwerkingen en dat soort dingen. Kunnen de kinderen in uw wijk ook meedoen aan het Juniorsjournaal? Nou, ik zou zeggen direct. Zal ik eens vragen in de wijk of daar kinderen zich voor op kunnen geven? Ja. Oké, okay, gaan we doen. Leuk idee. Nou, dit is alweer het eind van het interview. Hey, jammer. Hartelijk bedankt, mevrouw Jacobi. En wij hebben veel geleerd van het Tweede Kamer. En wij zouden graag weer een keer u willen interviewen. Nou, dat is geweldig. Weet je wat ik jullie wil aanbieden? Dat jullie gewoon een keertje met het Juniorsjournaal in Den Haag komen. Dan kun je zien hoe de Tweede Kamer werkt. Want daar worden allemaal dingen besloten over jullie en over jullie scholen en over jullie wijken. En dan kun je het een keer zelf aanschouwen. En misschien kun je dan ook wel Mark Rutte interviewen. Oké. Okay. Nou, wij wensen u veel succes met deze wijken. En nou noemen we naar de burgemeester in Groningen. Hoe weet je dat allemaal? Ja, doe hem de groeten van Juniorsjournaal. Dat zal ik doen. Het is echt leuk om met jullie. Jullie zijn veel leuker dan echte journalisten. Bedankt. Ja. Helemaal goed. Oké. Okay. Je kan zo beginnen, jongen. Een van de prijswinnaars staat al met de sjerp van 2009 al hier. Er is een reden voor, die gaan we zo vertellen. Maar vandaag gaan we dus in het zonnetje zetten dat Kamerlid dat zich het afgelopen parlementaire jaar het meest heeft onderscheiden voor natuur en landschap. Wat noemen we dan het groenste Kamerlid? Dat is ook geen overbodige luxe. Wie de krant leest, ziet dat hij vol staat van de bezuinigingen, maar ook van de grote zorgen als het gaat om cultuur, gezondheid, ontwikkelingssamenwerking, maar ook het natuurbeleid. Dat er bezuinigd wordt op natuur, dat snappen wij ook wel. Maar dat gebeurt met 60% op het budget van het Rijk, dat vinden wij echt krankzinnig. Dat gaat veel te ver. En dat gaat op de duur natuurlijk ook ten koste van de kwaliteit van de natuur en het landschap. Dat zie je niet op één dag, maar dat verslonst dan langzaam maar zeker. Dat vinden wij niet goed voor de planten en de dieren die toch al zo weinig ruimte hebben in Nederland en een aantal zal afnemen. Dat vinden wij niet goed voor de mensen voor wie we het doen. En we vinden het ook niet nodig, want als je minder te besteden hebt om de zaken in orde te brengen, dan duurt het gewoon wat langer over. We hebben staatssecretaris Bleker dat ook al eerder het alternatief op tafel gelegd, namelijk met minder geld gewoon meer tijd nemen. Ik kwam hem toevallig net nog even tegen hier op het plein. Ik kon de gelegenheid aangrijpen om het nog even aan hem te zeggen. Of je geluisterd hebt, is natuurlijk vers 2, maar alle beetjes helpen, zullen we dan maar denken. Terug naar het groenste Kamerlid. Ik hoor iemand al zeggen, doet hij toch niks mee, maar we houden vol, dames en heren. Terug naar het groenste Kamerlid. Geen overbodige luxe dus, om die mensen in het zonnetje te zetten die zich in het bijzonder onderscheiden voor de dingen waar wij voor strijden als natuurmonument. Dat brengt mij op de vraag wie in over het afgelopen seizoen, parlementaire seizoen, het meest groene Kamerlid is. U ziet drie genomineerden voor u, van rechts naar links. Als rechts voor mij nu, Lutje Jacobi, Partij van de Arbeid, Hans van Gerven van de SP en Stientje van Veldhoven, Henk van Velzen van de SP en Stientje van Veldhoven van D66. Alle drie. Henk van Gerven. Henk van Velzen. Het is zo even jullie partij al die verschillende woordvoerders. Ik heb het vanmorgen geoefend, toch heb ik het gedaan. Nu hoop ik recht gezet. Jullie zijn alle drie genomineerd. Dat nomineren is een soort optelsom van twee criteria die we aanleggen. We kijken wie de meeste moties heeft doen aannemen, wie de meeste amendementen voor elkaar gekregen heeft, maar ook welke kwaliteit van het parlementaire debat, de inzet, de kennis, de behendigheid. Ook dat wegen wij mee via een onafvolgbare methode die we natuurlijk met een diep geheim houden, maar die uiteindelijk leidt
tot het Kamerlid, het meest groene Kamerlid van het afgelopen jaar. U ziet er dus drie voor u, om u niet langer in de spanning te laten. Kijkend naar de inzet, de kwaliteit van het debat en wat daar allemaal mee samengaat, konden we eigenlijk geen onderscheid maken tussen deze drie mensen, deze drie Kamerleden, die allemaal op hun manier dat verschrikkelijk goed gedaan hebben. Dus op dat punt eindigt het allemaal op dezelfde plaats, zou je kunnen zeggen. Kijkend naar de amendementen, de moties, scoorde Stientje net iets hoger dan de andere twee. Dus een eervolle tweede plaats ex aequo voor de andere twee en de winst voor Stientje. Stientje krijgt van mij een trofee. Je krijgt eigenlijk twee trofeeën. De eerste plaats is er deze, dit lint. Lutz heeft het al om en die draagt het volgens mij dag en nacht. Ja. Dat wou ik jou ook vragen. Ik ga het omhangen. Van mijn kant ook gefeliciteerd. Dankjewel voor je inspanningen. De andere twee over het niet minder bedankt. Ja, moet het toch samen doen, hè? Samen doen, ja. En gemiddeld scoort Lutz nog steeds het hoogst, want die is één keer winnaar en volgens mij twee keer twee. Dus haal dat maar eens in. In de tweede plaats Lutz is op. Ja, mag jou en namens, via jou, ook heel Natuurmonumenten bedanken voor dit fantastisch initiatief. Want ik denk, zoals je zegt, dat het inderdaad hard nodig is dat we aandacht vragen voor natuur. En dit is natuurlijk een fantastische manier om dat te doen, om aan te geven dat er mensen zijn, ook in deze tijden van bezuinigingen, die zich, ondanks dat we ook bereid zijn om hier te kijken, op dit terrein, of het beter kan, of het doelmatiger kan, maar die zeggen, we moeten er niet op bezuinigen, we moeten hier voorzichtig mee omgaan. Wij willen graag dat Nederland mooi blijft. Omdat we op een dag als vandaag graag allemaal de natuur ingaan. Als we niet hoeven te werken. En om dat mogelijk te maken, om dat blijvend mogelijk te maken, moeten we daar wel in blijven investeren. De natuur is niet alleen iets van ons hier en nu. De natuur is iets van ons allemaal. Ook voor morgen en ook voor volgende generaties. En daar moeten we wel nu een verantwoordelijkheid voor dragen. En dit kabinet gaat slecht om met die verantwoordelijkheid. En ik sta ervoor en ik zal zeker heel erg mijn best doen om de komende jaar deze eer van deze stoel te blijven verdedigen. Om ervoor te zorgen dat we die verantwoordelijkheid blijven dragen. En dat we op een toekomstgerichte manier ervoor zorgen dat in Nederland natuur blijft en blijft voor iedereen. Heel hartelijk dank, ik voel me zeer vereerd en dank voor het initiatief nogmaals. We gaan daarna proberen om ook Ronald Plasterk te interviewen. Oké, leuk. Dat heb ik gevraagd of dat mocht en daar was misschien wel een gelegenheid. Geen medewerkers laten struikelen, hè? Nee. En dit is een heel bijzondere plek. Dit is de ridderzaal, hè? Dat weet je, hè? De koningin komt hier in september altijd met de gouden koets. Verleent samen hier dus. En dan stapt ze hier uit. En dan zitten wij er binnen met al die hotten op. Ik had de hoed net op, maar een heel wat tieren had ik als mijn west, die Jacobi. Rendert had er heel vaak zitten. Wij zitten daar dan. En dan lijst de koningin de troon rijden. En dan gaat ze weer voort. En hier staan er nog een hele grote meisje achter hekken, dus ik kreeg voor de Prinsjesdag een kaart krijgen om het mooi te beleven. Het is wel heel erg leuk om dat te doen. Dit is eigenlijk het oudste gebouw van 1200. Graaf Floris, die kennen we wel, hè? Die had dit gebouwd. En die bouwde dit net om hier een regering te hebben, maar het weer een mooi jachtgebied voor de ridders en voor de stadhouders. En die kwam dus het hele land. En dan komen ze weer de dunnen in en de bosken in om, dat kan je je nog niet meer voorstellen, dat is nog alleen bebouwd. Maar dat is de eigenlijke reden en hier is het alleen maar begonnen. En dan na je twee keer zit je dus achter, maar dan kom je nog. Nou, dit weet. Wil je hem wat vragen? Nee. Ken ik het Friesk? Ja. Als u niet bij de PvdA zat, bij welke zat u dan en maar voor welke zou u dan kiezen? Oké, als ik niet bij de PvdA ben, dan denk ik dat ik heel dicht in de buurt kom van GroenLinks. En waarom dat? Omdat die ook heel veel doet voor de milieu en het landschap en de natuur. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. En ik vind het ook heel belangrijk dat er werk is en goed onderwijs en dat soort dingen. Maar daar zijn heel veel partijen die het allemaal zo vinden. Maar ik ben toch ook wel heel erg scherp op de partijen die goed zijn voor ons leefklimaat. Zodat als jullie weer ouder worden en jullie kinderen, dat ze toch ook nog een goed land hebben. Eigenlijk houdt u zich bezig met de toekomst van de kinderen. Heeft u dat uitgedacht? Nou, dat had ik denk ik wel gedacht, ja. Ja. Nog andere vragen? Ja, vraag maar, jongen. Wat is
Kom eens naar voren, ik versta daar niks van. Wat is het brutaalste en het grootste? Het brutaalste? Weet je, voor mij mag iemand toch wel een beetje brutaal zijn, omdat dat betekent dat je voor jezelf opkomt. Maar dat je beledigt, dat vind ik heel erg. Want ik vind dat hier wordt de politiek gemaakt voor alle Nederlanders, de wet en regelgeving. En dat moet je doen met respect. En daarom ben ik heel erg tegen de manier waarop Geert Wilders dat doet. Namelijk door andere mensen te beledigen. Kop voor de tax en zulke dingen, denk ik van nou, sorry, maar ik vind dat als je zo politiek wil bedrijven, dat is niet mijn stijl. Als je dan goede ideeën hebt, breng ze dan op een fatsoenlijke manier. Maar dat vind ik wel een van de ergste woorden, moet ik zeggen. Bah! Zo is dat. Spoel je mond, zei mijn moeder vroeger. Nog meer vragen? Ja. U was ongeveer 12 jaar geleden directeur van de nieuwe GGD in Friesland. Waarom bent u daarmee niet verder gegaan? Oké, dat is niet 12 jaar geleden, maar ik ben 12 jaar directeur geweest. Ja. En ik ben daar weggegaan, niet omdat ik dat niet meer leuk vond, maar het is eigenlijk, als je kijkt naar Friesland, een van de mooiste banen die je kan hebben. Openbare gezondheidszorg, dus het gaat echt over alles, hè, waar wij als Friesland, de Friezen, de gezondheid, vooral ook het voorkomen van ziek worden, dat gebeurt er allemaal. En ik had dat zo lang gedaan dat ik eigenlijk wel vond dat ik een keer buiten Friesland moest gaan werken. En toen ze mij vroegen voor Tweede Kamerlidmaatschap, dan dacht ik, nou, de koppeling is wel handig. Ik ben ook lang bestuur geweest van GGD Nederland. Ja. Dus ik denk van, nou, dan, ik ken de politiek een beetje. En daar kan ik wel heel veel voor betekenen. Dus dan kan ik weer terug naar Friesland, kom ik met een andere positie, maar ik neem geen afscheid van Friesland. Ja. Dus toch veranderen, maar wel aan Friesland verbonden blijven. Dus eigenlijk heeft u niet lang over nagedacht? Nou, wel een week. Wel een week. Ja. Want het is natuurlijk een heel ander leven. Ik ben nou bijna gewoon echt nooit meer thuis. Ja, het heeft wel tijd door de week overnacht ik hier. En als je dan heel even naar Friesland komt, dan moet je daarna alweer hup in de trein naar Limburg. Of, je bent wel veel meer weg. Ja. Ja. Maar dat is ook wel weer leuk. Ja. Oké. Ja? Laatste vraag. Waarom vindt u dat kinderen van 16 al mogen stemmen? Waarom ik dat vind? Kinderen van 16. Omdat ik denk dat het is al heel lang geleden dat we op 18-jarige leeftijd zijn mogen stemmen. Heel vroeg was het zelfs 21 jaar. Ja. En naar mijn idee zijn jongeren steeds zelfbewuster. Die weten tussen die wereld. Die jongeren zijn volgens mij al veel volwassener dan weer een langere tijd geleden. Hebben weer veel meer kennis. En ik denk dat als ze mee mogen stemmen, dan krijg je ook jeugdvriendelijker besluiten. En jeugdvriendelijke partijen. Ja, nee. Oké, heel bedankt. Graag gedaan. Goeie vragen. Jullie worden naar binnen geloodst door. Oké, we worden binnen geloodst. Sander, okay. Jij hebt. Moet ik die bloemen niet geven? Ricardo? Danielle? Kijk eens aan. Hi. Serkan? Zeg ik het goed? Ja. Mooi. Dag. Anne, mooi. En jij bent de begeleider. Ja, samen met hem. Mooi zo, ja. Mooi zo. Nou, jullie komen helemaal uit Leeuwarden, begrijp ik. Ja, klopt. En Sandra heeft me gezegd dat jullie een aantal vragen hebben voor Kamerleden, of niet? Ja. Wat leuk. Nou, ja, ik...